Goedemorgen, nieuwe dag, nieuwe kou. Althans, we zijn vandaag alweer wat eerder begonnen. De buurman die kreeg vanochtend om tussen 7:30 en 7:45 de tegels, dus ik stond al toen buiten met de buurman. Inmiddels ben ik samen met mijn schoonvader de zijgevel aan het klaarmaken. We zijn het laatste gewat erop aan het schroeven. Ik zal even laten zien hoe koud het is. We hebben net koffie en thee gehad. Het is echt mierenkoud hier. Het is zelfs zo koud dat op het raam binnen staat zelfs ijs en buiten. Ik ga nu naar buiten. We gaan het laatste stukje gebad erop knallen. Gaan we weer verder. We hebben wat te doen vandaag. Even gefilmd vanuit de tuin van de buurvrouw. Maar kijk eens aan de eerste wand. De echte eerste wand. Want die daar aan de kant van de straat is bijna klaar. Ja, Duk. Duk. Heb ik samen met mijn schoonvader gedaan. Alles erin. Deze heeft Duk nog opnieuw geplaatst. Want deze liepen niet mooi overheen. En die lopen nu allemaal mooi gelijk. Dus moet je kijken, bam. Heel nice. Ha, top, blij mee. Eén kant nog 2,5 te gaan. Nee, nog niet eens. 2,2. Dus 2,25. Op heel veel plekken zit het folie er al tegenaan. Oh, mijn vinger. Oh, ik ben echt professioneel. Kijk eens, allemaal folie. Hier is het enige stukje waar nog steenwol in moet. En zelfs hier gaat het folie ook al tegenaan. Super. Kunnen we bijna beginnen met het hout. Dus eigenlijk deze kozijnen weg, kan dit stuk ook dicht. En dan kunnen we eigenlijk in die hoek al helemaal hout gaan plaatsen. Want hier staan de platen. En als dat een beetje aan de kant is, kunnen we deze rand ook helemaal doortrekken.
Hoppa, op de helft. Michel nog steeds vast aan zijn tuigje. Safety first. Maar het dak zit er bijna in. Daar nog een plaat, hier nog een rij. Morgen dit dichtmaken, want dan is het dag. En dan is het dak, of in ieder geval dan nog folie eroverheen, is het dak dicht. Hoog en droog, hè? Ja, hoog en... Hoog, droog en veilig. Ja, jammer. Eerste sneeuwbal van het jaar. Hey.